We beginnen met WikiLeaks. Het einde van de WikiLeaks-files hebben we nog niet gezien. En de Standaard kon nu de hand leggen op de sterkste Belgische verhalen. Daarbij speelt ontslagnemend minister van Defensie Pieter de Krem een opgemerkte rol. Uit mails blijkt dat de Amerikanen hem beschouwen als een van de beste vrienden van de Amerikaanse regering. Vooral omdat hij het aantal militairen in Afghanistan aanzienlijk optrok. Steven de Kranen. Minister van Defensie Pieter de Krem broederlijk naast Amerikaanse ambassadeur Howard Gutman tijdens de herdenking van het Ardennenoffensief eind 2009. De ambassadeur zegt hier duidelijk hoe opgezet hij is met de goede relatie tussen Brussel en Washington. The partnership between Belgium and the United States is as close as any partnership is, and this is a symbol of that partnership. We can never forget the past because we have to build a safer future together. De goede relatie tussen België en de Verenigde Staten is volgens uitgelekte documenten vooral te danken aan de inspanningen van de Krem, aldus de Amerikanen. Meer nog, de krant De Standaard kon uit diplomatiek verkeer achterhalen dat de Krem de Amerikanen zelf zou ingeschakeld hebben om de militaire aanwezigheid van de Belgen in Afghanistan te verzekeren. Zo zou de Krem zelf 3 vragen aan de Amerikaanse buitenlandminister Hillary Clinton bezorgd hebben, die zij op haar beurt aan premier Leterme stelde op Hertoginnedal eind 2009. Op die manier kon de Krem toestemming van de Belgische regering verkrijgen via een Amerikaanse omweg. Gutman heeft die vragen aan Clinton doorgespeeld en Clinton heeft die vragen netjes gesteld aan Leterme. Nu Het leuke eraan is dat de Krem op dat moment ook aanwezig was op die vergadering. Dus hij hoort Clinton de vragen stellen die hij eigenlijk doorgegeven heeft. De Krem had volgens de diplomatieke post van de Amerikaanse ambassadeur 3 vragen doorgegeven. Een verlenging van de Belgische aanwezigheid in Afghanistan, een verhoging van de getalsterkte daar met 20% en meer politietrainers. Uiteindelijk beslist de Belgische regering om de militairen langer in Afghanistan te houden en enkele politietrainers op te sturen. Het is een beslissing waar premier Leterme volgens de Amerikanen aanvankelijk weigerachtig tegenover stond, wegens een te hoge kostprijs. Uit de uitgelekte Amerikaanse diplomatieke postberichten blijkt ook dat Amerikaanse ambassadeur Sam Fox Washington in 2007 waarschuwde voor een mogelijk premierschap van Johan van Lanotte. Het voornemen van de SPA-politicus om het defensiebudget te halveren beschouwde de Amerikanen als een aanwijzing dat Van Lanotte in de greep zou zitten van de pacifistische vleugel van zijn partij.